Hele goedemiddag en welkom bij dit webinar van MBD Biblion. En vandaag gaan we het hebben over het project automatisch metadateren met artificial intelligence. En dat doen we met de projectleider, Helene Hartlief. Helene, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Misschien is het leuk om te beginnen met een korte introductie van jezelf. Ja, nou, ik ben Helene Hartlief. Ik ben sinds januari 2019 werkzaam voor MBD als de projectleider van dit mooie project. Ik heb een achtergrond waarin ik heel veel voor uitgeverijen heb gewerkt, maar ook voor KPN, met name op het gebied van digitale transformatie en nieuwe technieken en technologieën die geïntroduceerd worden in organisaties. En dat is de reden waarom ik voor dit project ben benaderd om het te gaan doen. Oké. Dankjewel. En mijn naam is Bob Oort. Ik ben vandaag de moderator van dit webinar. Want we zijn op dit moment live. Dus mocht je tijdens het webinar vragen hebben, stel die vooral. Vragen kun je stellen via de vragenbox die je rechts in beeld ziet. Als een vraag wordt gesteld, dan komt die bij mij binnen. En dan kan ik die op een handig moment aan Helene stellen in de, gedurende de presentatie. Helene, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en ik geef je graag het woord. Dankjewel. Dan gaan we beginnen. Nou, korte samenvatting van wat ik net heb verteld. Welkom. Fijn dat jullie zoveel meeluisteren en meekijken naar de introductie van dit project. Juni vorig jaar hebben we natuurlijk aangekondigd als MBD Biblion dat wij onze metadata zouden gaan vervangen of laten maken door artificial intelligence. En ik wil graag jullie vertellen wat de stand van zaken is van dit project. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eigenlijk wat meer vertellen over artificial intelligence. Want als je de media erop naslaat, of het nou Nieuwsuur is, of het Telegraaf is, of gewoon de populaire wetenschappelijke programma's, iedereen heeft wel de mond vol over artificial intelligence. Maar wat is dat nou eigenlijk? Je hebt mensen als Elon Musk van Tesla en van SpaceX die eigenlijk heel erg bang zijn voor artificial intelligence. En zeggen van ja, het is echt gevaarlijker dan de atoombom. Robots gaan ons leven overnemen. En als we niet oppassen, dan staan we als mensheid echt onder druk. Er zijn ook mensen die zeggen, jongens, het zal zo'n vaart allemaal wel niet lopen. Want uiteindelijk wordt artificial intelligence geprogrammeerd door mensen zelf. En die zijn gelukkig slim genoeg om dat te voorkomen. Nou, een heleboel verhalen die dus gaan in de media. En het klinkt ook nog best wel als de ver van mijn bed show. Van ja, het is allemaal technisch heel erg gecompliceerd. Het zal wel niet zo heel veel impact hebben op mijn leven. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want bij banken, verzekeraars, logistiek is artificial intelligence niet meer weg te denken. Omdat daar bepaalde processen al helemaal geautomatiseerd zijn. En dan komen ook gewoon geen mensen meer aan te pas. Dus ja, er gaat nog een heleboel gebeuren en nog een heleboel ontwikkelen. Maar het is ook echt al nu wel aan de orde. Maar voordat we daar echt op ingaan, heb ik nog een filmpje waarin eigenlijk wordt uitgelegd wat we nou verstaan onder artificial intelligence. En dat ga ik nu voor jullie afspelen. Thank you.
Nou, na deze introductie ga ik verder naar wat gaat dit hele verhaal dan betekenen voor NBD Biblion en voor de bibliotheken. Nou, het project heet Automatisch metadateren met behulp van Artificial Intelligence. En dat is daadwerkelijk ook wat wij gaan doen. En ik wil nu kort wat vertellen waarom we dat eigenlijk gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat dat dan precies betekent. Nou, we beginnen met het waarom. Op dit moment, en daar kom ik later nog op terug, duurt het relatief lang voordat jullie metadata beschikbaar is voor de bibliotheken en jullie de boeken ook daadwerkelijk kunnen gaan bestellen. Op het moment dat je je metadata automatisch laat maken en er komen dus geen mensen meer aan te pas, kunnen wij deze data veel sneller aan jullie ter beschikking stellen en kunnen jullie er ook veel sneller mee aan de slag. En het is ook de verwachting, dat weten we nog niet zeker, dat het daardoor ook enigszins goedkoper gaat worden voor jullie uiteraard. Nou, hoe? Door middel van een digitaal boek en artificial intelligence. Dat klinkt heel duur, maar dat valt reuze mee. Wij zijn op dit moment in gesprek met de grote uitgeverijen om ervoor te zorgen dat zij al hun boeken in PDF naar ons toesturen. Dan hebben wij dus het complete boek in een PDF-bestand voor ons. Dat sturen wij naar de partij waarmee wij samenwerken. Die partij heet Boekerang. Die naam hebben jullie waarschijnlijk wel eens gehoord. En daar gaat dat boek in een machine. De machine van Boekerang, het algoritme, kan het boek volledig ontleden en haalt dus de essentie uit het boek. Vraag mij niet precies hoe dat technisch in elkaar zit, want dat is redelijk geavanceerd. Maar ze hebben bewezen dat zij op die manier de essentie uit een boek kunnen halen. Wij zijn nu met hen in gesprek om ook andere zaken uit een boek te halen met die machine. En daarvoor zijn zij een aantal zaken aan het programmeren. Op basis van het boek wat wij gestuurd hebben en het werk dat het algoritme doet voor ons, krijgen wij een pakketje met metadata teruggestuurd. Nou ja, en wat krijg je dus? Geautomatiseerde metadata. Eigenlijk dezelfde metadata die NBD Biblion nu al levert aan bibliotheken, krijgen jullie ook, alleen dan sneller en hoop ik goedkoper. Dan gaan we even om het duidelijk te maken in op hoe het proces er nu uitziet en wat er dan eventueel zou gaan veranderen voor jullie. Nou, op dit moment, als een boek wordt gedrukt, geeft de uitgever op een formulier aan, er moeten 2 recensie-exemplaren gestuurd worden naar NBD Biblion en wij krijgen dan 2 recensie-exemplaren. Op basis van dat exemplaar besluit onze inkoopafdeling of wij het boek gaan aanbieden aan bibliotheken. Er verschijnen gemiddeld 30.000 boeken per jaar in Nederland en daarvan bieden wij ongeveer 15.000 aan de bibliotheken. Op het moment dat onze inkoopafdeling heeft gezegd, jongens, dit is een boek wat wij willen gaan aanbieden, dan gaat het naar onze bibliografen en gaat het naar onze redactie en gaan ze ermee aan het werk. 1 exemplaar gaat naar onze recensenten en die recensenten maken een recensie van dit boek en geven ook een indicatie van, joh, is het interessant voor een bepaalde doelgroep, een inschatting van welk genre het zou kunnen zijn en inderdaad een advies aan de bibliotheek van, zouden jullie dit boek moeten opnemen in je collectie? Tegelijkertijd gaan onze bibliografen en onze redacteuren aan de slag met het maken van de metadata. Zij voegen kenmerken toe. En dat zijn hele basale kenmerken als wat is de titel, wat is de ISBN, wat is het formaat. Maar ook zaken als, oké, wat zijn trefwoorden waarmee dit boek gevonden kan worden in de bibliotheek. En welk genre, als het gaat over fictie, kunnen wij toekennen aan dit boek. Maar bijvoorbeeld bij de non-fictieboeken is natuurlijk CISO of PIM verschrikkelijk belangrijk. En ook dat wordt toegekend door de bibliografen. En daarna, als dat allemaal af is, wordt er een pakketje van gemaakt. En dat gaat naar jullie toe en kunnen jullie het boek aanschaffen en wordt het uiteindelijk bij jullie bezorgd. In dit proces gaat door het automatiseren van de metadata voor jullie niks veranderen. Dat laat ik hier zien. Op dit moment duurt het proces wat ik zojuist heb beschreven ongeveer 2 tot 3 weken. De boeken komen binnen, die gaan naar de recensent. De recensent heeft 2 weken de tijd om het boek te lezen en om daar een mooie recensie over te schrijven. En in diezelfde tijd schrijft ook de redactie en de bibliografen kennen de metadata toe aan deze boeken. Op het moment dat je gaat werken met de PDF en met de digitale exemplaren zoals ik zojuist heb beschreven,
Dan gaat die PDF naar het algoritme. Het algoritme analyseert dat hele boek en stuurt de metadata, inclusief naar verwachting de recensies, terug naar NBD Biblion. Bij de recensies verwachten we nog wel dat er een menselijk verslag overheen moet om te kijken of de tekst klopt en of het allemaal goed is en of het oordeel valide is. Maar alle overige data zal automatisch gaan gebeuren. En dat betekent dus dat je enorme tijdwinst boekt en wij de informatie dus ook sneller naar jullie toe kunnen sturen. Oké, wat is nou herhalend het doel en wat is de planning? Nou, wij willen dus deze software gaan ontwikkelen in samenwerking met Bookerang. Bookerang heeft nu een algoritme ontwikkeld wat de essentie uit een boek kan halen. Maar wij als NBD Biblion vragen natuurlijk meer informatie voor jullie als bibliotheken. En zij zijn nu samen met ons dat aan het inprogrammeren in hun eigen systeem. En dat doen ze bijvoorbeeld, wij geven aan bepaalde richtlijnen. Dus de redactie geeft aan op basis van welke richtlijnen zij genres toekennen. Die informatie geven wij aan Bookerang en zij programmeren dat in het algoritme, zodat die hetzelfde moet kunnen doen. Het is een zelflerend algoritme, dus hoe meer boeken wij de kant van Bookerang opsturen, hoe beter en hoe scherper de metadata gaat worden die zij aan ons opleveren. Het project duurt 2 jaar. We verwachten eind 2020 klaar te zijn. We moeten gewoon redelijk wat werk doen om dit voor elkaar te krijgen. Programmeerwerk en goede gesprekken over wat zijn nou precies de richtlijnen. Wat moet er nou precies worden aangeleverd. En om dat allemaal goed neer te zetten, hebben wij besloten om de tijd te nemen. Ook omdat wij willen dat jullie dezelfde kwaliteit data krijgen die jullie van ons gewend zijn. Ik krijg daar ook een vraag over binnen, over de kwaliteit van die data. En mocht je ook een vraag hebben, stel die vooral. Een zorg. Jullie zeggen dat de kwaliteit van de data hetzelfde blijft. Ja. Maar hoe zorg je daarvoor? En ik hoor je ook zeggen eigenlijk van het is een lerend systeem. Ja. Dus kunnen we dan verwachten dat de kwaliteit van de data over 2 jaar beter is dan nu? Ja. En hoe is die startkwaliteit dan? Dat vind ik een hele goede vraag. Wij werken heel nauw samen met bibliotheken en met de redactie zelf. Wij hebben hele ervaren mensen aan boord die al een tijd lang op dezelfde manier werken, volgens strakke richtlijnen en strakke regels. Gezamenlijk met hen geven wij die regels door aan Bookerang. Dus zij werken eigenlijk op basis van dezelfde richtlijnen als waar onze mensen op dit moment mee werken. Daarmee willen we de kwaliteit waarborgen. Bookerang gaat daarmee aan de slag. Die sturen al die boeken in en wij sturen al die boeken in en dan ontstaat er een basissetje van data. Gedurende de 2 jaar dat het project loopt, zal daar altijd nog een menselijke slag overheen gaan. Dus Bookerang levert bij ons de metadata aan. Die geeft aan met welke mate van waarschijnlijkheid zij daar tevreden over zijn. En daar gaat nog een keer een bibliograaf en een redacteur naar kijken. Van oké, Bookerang zegt dit, wij zeggen dat, zijn we het daarmee eens? Nou, ben je het daarmee eens, dan is er niks aan de hand, dan gaat de data door. Ben je het daar niet mee eens, dan past de redacteur de data aan. En die data sturen we weer terug naar Bookerang, zodat zij ervan kunnen leren. Dus een andere reden dat het project ook 2 jaar duurt, is ook om ervoor te zorgen dat zij dus daadwerkelijk de juiste kwaliteit kunnen aanleveren. Dus in het begin zal de kwaliteit minder zijn dan we gewend zijn. Maar daarom hebben we daar dus nog die extra menselijke slag op zitten. Zodat we er wel voor zorgen dat de data die uiteindelijk naar bibliotheken gaat, gewoon de kwaliteit is zoals die zou moeten zijn. Oké, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Na die 2 jaar zouden we kunnen gaan kijken naar wat we nog meer kunnen gaan doen met metadata en nieuwe services. Daar kan ik op dit moment nog niet heel veel over vertellen. We zijn op dit moment echt gericht op het goed laten lopen van dit project. Maar op het moment dat we bezig zouden gaan met nieuwe ideeën of nieuwe ontwikkelingen, dan praten we jullie daar uiteraard over bij. Metadata bestaat uit een aantal onderdelen en wij hebben heel goed gekeken. We wilden niet het hele project in 1 keer oppakken. Gewoon een enorme bak werk in 2 jaar tijd en aan het einde zien we wat de uitkomst is. We hebben ervoor gekozen om het project in 5 kleinere stukken op te knippen. Zodat we per milestone, zoals wij het noemen, per deel goed kunnen leren van wat gebeurt er nou. Wat gaat goed, wat gaat niet goed. En dat we ook per keer de richtlijnen kunnen gaan opstellen.
We zijn begonnen met de milestone titelbeschrijving. Dat is eigenlijk de basisinformatie zoals jullie die nu ook in het GGC vinden. Die we volgens de RDA-regelgeving doen. En die is opgeleverd in maart dit jaar. Vervolgens, daar zijn ze nu heel hard mee bezig, zijn we nu heel hard mee bezig. Volwassen fictie en volwassen non-fictie. En dan moet je denken aan zaken als genre, trefwoord, moeilijkheidsgraad, CISO, PIM, overetiket. Op dit moment wordt er hard gewerkt om dat ook uit de machine te krijgen. Okay. Ik heb er ook een vraag over. Ja? Iemand die benieuwd is naar de resultaten die tot nu toe worden geboekt. Ja? Kun je al iets zeggen over wat het plan was? Ja? En hoe deze eerste projecten, zeg maar, de uitkomsten daarvan, ja, in lijn liggen met de verwachtingen? Ja. Of niet? Ja, dat kan. Nou, ik was, moet ik zeggen, blij verrast. We hebben namelijk afgesproken met Boekerang dat zij 75% van de boeken die wij bij hen aanleveren 100% goed moeten afleveren bij ons. En per milestone is dat ook de richtlijn voordat wij die goedkeuren. En bij titelbeschrijving hebben zij dat gehaald. Dus wij hebben 100 boeken aangeleverd en het is hun gelukt om van 75 van die titel 100% van de data die wij op dat moment van hun vroegen, dus echt alleen van de titelbeschrijving, goed bij ons aan te leveren. Wat nog wel gaat gebeuren, maar daarvoor moeten wij binnen MBD Biblion nog een aantal zaken doen. Die data die Boekerang maakt, moet natuurlijk bij ons in de systemen landen. Dus wij zijn nu bezig om onze systemen klaar te maken, zodat die data vanuit Boekerang weer teruggestuurd kan worden naar ons systeem. Dan gaan we ook steeds meer boeken door het systeem halen en dan krijgen we een nog beter gevoel bij de kwaliteit van de data. Dus op dit moment zijn we heel tevreden, lopen we op schema. Maar ik vind het ook spannend om te zien wat er gaat gebeuren op het moment dat we echt daadwerkelijk de dagelijkse productie gaan doen. En de mensen ook zien wat de kwaliteit is van de data die vanuit Boekerang komt. Oké, dank je. Alsjeblieft. En even kijken, een volgende milestone zijn uitgaven met heel veel afbeeldingen. En daarna stappen we over op jeugd. En jeugd is natuurlijk ook fictie en non-fictie. En we sluiten af met de milestone voor de recensies, zowel voor volwassenen als voor jeugd. Maar dat zal pas volgend jaar gebeuren. Oké, hier heb ik ook nog een vraag over. Ja. Gaat het alleen om de Nederlandstalige uitgaven of ook Engels? Voor nu gaat het alleen om de Nederlandstalige uitgaven. Het kan zijn dat we op termijn daarnaar gaan kijken, maar op dit moment richten we ons echt alleen op Nederlandstalig. Oké, help. Nou, waar staan we nu? Daar heb ik natuurlijk al een klein beetje wat over verteld. Hier zien jullie de 5 milestones die ik zojuist heb beschreven. Afgelopen maart hebben wij dus titelbeschrijving opgeleverd. En we zijn nu bezig met volwassenen, fictie en non-fictie. Die hopen wij in oktober afgerond binnen te krijgen vanuit Boekerang en te kunnen goedkeuren. En hopelijk hebben wij dan ook zelf bij MBD Biblion onze systemen zover dat we de data ook kunnen ontvangen en kunnen gaan bewerken. En dan kunnen we ook wat meer vertellen over de echte resultaten. En dan kan ik me ook zomaar voorstellen dat we dan weer een keer een update geven aan jullie allemaal. Nou, en daarna volgt de afbeeldingen, jeugd en de recensies. En dan eind 2020 is het project afgerond. Okay. Nou, hoe doen we dat dan? Was er nog vraag? Ja, ik had nog een vraag die binnenkwam. Volwassenen, non-fictie en ook ingewikkelder werken met meerdere trefwoorden, bijvoorbeeld CISO-rubrieken. Bijvoorbeeld trefwoorden als natuurwetenschappen, filosofische aspecten. Komt daar nog een menselijke hand aan te pas straks? Het idee is niet. Boekerang kan dat zelf gaan doen. Ik verwacht wel dat we daar in de overgangsfase wel mensen goed naar laten kijken. Van doen ze inderdaad precies wat wij willen dat ze doen. Dus op termijn gaat daar zekerlijk geen menselijke hand meer aan te pas komen. Maar in de tussenfase verwacht ik wel. Oké. Okay. Nou, hoe doe je dat dan? Want het klinkt allemaal heel mooi, maar je moet uiteindelijk toch wel tot de juiste kwaliteit komen. En iedere milestone begint met het bepalen van de specificaties. En hoe doe je dat? Je gaat met Boekerang en de redactie om tafel zitten en je gaat vragen, oké, hoe ken je nou een genre toe? Hoe ken je nou een CISO toe? Hoe bepaal je wat het trefwoord wordt van deze uitgave? Daar komt een aantal richtlijnen uit en aan de hand van die richtlijnen gaat Boekerang, de machine, het algoritme programmeren.
Dat doen zij en daar zijn ze een tijdje mee bezig. En vervolgens halen ze daar een aantal titels doorheen. En die titels, daar komt een resultaat uit. Dat is je test. Nou, en dan ga je bijspijkeren, beter maken en ervoor zorgen dat je daadwerkelijk de juiste dingen oplevert. En dan geven ze het aan ons van MBD Biblion. En dan gaan we gezamenlijk kijken van ja, is dit inderdaad waar wij tevreden over zijn? Is het antwoord ja, dan keuren we de milestone goed. Is het antwoord nee, dan moet er nog wat huiswerk gebeuren. Het laatste is gelukkig nog niet aan de orde geweest, maar we zijn vooral heel goed met elkaar in gesprek van hoe zorgen we er nou voor dat die data op de juiste manier wordt gegenereerd. Gaat er dan ook echt iets veranderen voor jullie? Ik zeg altijd, en dat zeg ik ook intern, je kunt het algoritme zien als een medewerker tussen aanhalingstekens van MBD Biblion. Wij hebben natuurlijk onze mensen zitten die op hele goede manier die metadata maken. En Bookrank gaat dat ook doen. Daar verandert dus niet al te veel in. We blijven de metadata dus gewoon aanleveren met de kwaliteit die jullie gewend zijn. Alleen dan, naar verwachting, veel sneller. En we verwachten, maar dat is echt een verwachting, dat we ongeveer 75% van de titels op deze manier kunnen gaan metadateren. Zaken als bijvoorbeeld poëzie, dat is dermate gecompliceerd dat we niet verwachten dat de machine dat kan overnemen. Stripboeken, daar staan zoveel plaatjes in. Wij verwachten ook niet dat de machine dat kan gaan overnemen. Maar overige boeken, zoals romans of gewoon non-fictie of de gemiddelde jeugdboeken, daarvan verwachten we wel dat het gewoon gedaan kan worden door het algoritme. Er zullen kleine accentverschillen mogelijk zijn, maar dat heeft geen impact voor bibliotheken. Op dit moment, als medewerker A een boek metadateert, zullen er ook altijd kleine accentverschillen zitten dan als medewerker B dit had gedaan. Nou, dat zijn de verschillen waar je aan kunt denken. We werken er met elkaar heel hard aan om er gewoon voor te zorgen dat de kwaliteit hetzelfde blijft, zodat het voor jullie als bibliotheken zo min mogelijk impact heeft. Maar uiteraard hebben we daar wel hulp bij nodig of input voor nodig. We horen ook heel graag wat jullie ervan vinden. Dus mocht je willen meedenken of mocht je echt vragen hebben, stuur dan een mailtje naar helene.hartlief@mbdbiblion.nl. Okay, dankjewel. Nou, er zijn allemaal leuke vragen binnengekomen. Leuk, ik ben benieuwd. Wat is jullie streefpercentage aan het eind van het project? Dat is die 75% van de boeken die wij met metadata willen kunnen gaan bewerken. Ja, en je gaf net ook een percentage van de titels die dan goed gedaan waren. Ja, klopt. Dat is ook die feit. We hebben de regel zo gezet. We sturen 100 boeken naar Bookrank. Daarvan moeten ze 75 goed doen. Dus dat is eigenlijk die 75% die wij verwachten aan het einde van het project te halen. Oké. Dit is ook een hele mooie vraag. Is er geen thesaurus voor trefwoorden? Hoe bepaalt Bookrank dan eigenlijk wat eenduidig is? Er is een thesaurus voor trefwoorden. Er staan ongeveer 30.000 trefwoorden in. En daarnaast hebben zij ook de beschikking over onze historische data. Wij hebben natuurlijk verschrikkelijk veel historische data opgebouwd de afgelopen jaren. En zij kunnen die helemaal analyseren, zodat ze een bepaalde consistentie herkennen in de manier waarop wij trefwoorden toekennen. Nou, dat in combinatie met de richtlijnen die vanuit onze bibliografen worden aangedragen, vanuit de redactie en de trefwoordenthesaurus, dat zorgt ervoor dat het eenduidig blijft. Oké. Kan een machine daadwerkelijk afbeeldingen analyseren en uitlezen? Dat zeggen zij te kunnen. En ik heb er alle vertrouwen in. En we gaan aan het einde van het jaar zien of dat daadwerkelijk gelukt is. Oké. En op welk moment komen de automatisch gegenereerde titelbeschrijvingen in het GGC? En zijn deze als zodanig herkenbaar? Op het moment dat wij onze systemen hebben gebouwd en dat ook daadwerkelijk werkt. Dus dat is wat ik net zei. Wij moeten binnen MBD ervoor zorgen dat onze systemen, waaronder het GGC, dat doen wij natuurlijk niet zelf, want dat ligt bij een andere partij, klaar zijn om die data te ontvangen. En wij zorgen er dan ook voor dat helder is waar de data vandaan komt. En op welke termijn verwacht jij dat we zo'n 100% correcte RDA-titelbeschrijvingen kunnen zien? Ik hoop dat het in de loop van dit jaar gaat gebeuren. Dat ligt eraan hoe complex de aanpassing aan onze systemen gaat zijn. Oké. En dan nog één. Hoe gaat het bij literaire fictie, waarbij interpretatie belangrijk is op inhoudelijk gebied? Het algoritme is gebouwd om literatuur te analyseren op inhoudelijk gebied. En dat in samenwerking met de richtlijnen die vanuit de redactie zijn aangegeven, zorgt ervoor dat wij gewoon die kwaliteit kunnen leveren.
Oké. Krijgen jullie data nu ook op een andere manier aangeleverd? Nee, dat blijft voorlopig gewoon precies hetzelfde. Wij blijven dezelfde systemen werken en daar komt de data uit die op die manier naar jullie toe wordt gestuurd. Oké. Het hele project duurt 2 jaar. Kun je vertellen waarom die periode van 2 jaar is gekozen? Omdat het toch een redelijk ingrijpend proces is, waarin wij het werkproces van heel veel mensen automatiseren. Dus dat willen wij heel zorgvuldig doen. Dus wij nemen echt goed de tijd om gezamenlijk de richtlijnen te bepalen. En ook om de machine of het algoritme voldoende te trainen, zodat we ook de juiste kwaliteit kunnen blijven leveren. Oké. Worden de staffelcodes ook door middel van metadata geleverd? Voor zover ik weet niet, maar dat moet ik even checken. Oké. En heb ik nog een vraag. Nieuwe trefwoorden, vraagteken. Het systeem kan geen trefwoordverzoek doen aan de trefwoordenredactie, denk ik, of zelf maken. Nou, wat er gaat gebeuren is dat het algoritme kan een suggestie doen voor een trefwoord. Dat kan terug, maar daar zal altijd een trefwoordredactie blijven zitten, die dan vervolgens beoordeelt of het een trefwoord is wat wij willen opnemen in de thesaurus. Oké. Dat was voor nu de laatste vraag. Oké. Okay. Dus hartelijk dank. Ik weet niet of jouw verhaal maar compleet was. Mijn verhaal is compleet en ik ben heel blij met de vragen die er verstuurd zijn. Nogmaals, wij zullen er regelmatig momenten pakken om jullie verder te informeren over dit project en over de status. Mocht je in de tussentijd nou vragen hebben, mail mij op helene.hartlief@mbdbiblion.nl. Mocht je zorgen hebben, voel je vrij om mij te mailen, dan ga ik daar graag op in. Oké. Okay. Nou, op de valreep nog 2 nieuwe vragen, dus leuk. Die kunnen we nog net even meepakken. Kun je een voorbeeld geven van de richtlijnen voor bijvoorbeeld het herkennen van een thriller of een detective? Wat wij gedaan hebben, is dat wij aan de redactie hebben gevraagd, oké, op basis van welke criteria geef jij nou aan of het een detective is of een thriller? Ik heb op dit moment niet echt een voorbeeld bij de hand, maar er komt gewoon een tekstje uit. Als een uitgave aan deze en deze voorwaarden voldoet, dan is het een thriller. En als een uitgave aan deze en deze voorwaarden voldoet, dan is het een detective. En daar kunnen wij, mensen kunnen dat onderscheid maken. En gelukkig waren onze redacteur ook goed in staat om aan te geven hoe zij die keuze maken. En dat kan je dan vervolgens programmeren. Dus overal waar je regels van kan maken, kan je leren aan de computer. Blijven we als klant gewoon kritische vragen kunnen stellen over de metadatering? Altijd. Altijd. Want het project is klaar in 2020. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat betekent niet dat we niet doorontwikkelen op basis van wat er staat. Richtlijnen kunnen veranderen, RDA kan aanpassingen krijgen. We kunnen vanuit bibliotheken feedback krijgen dat iets niet klopt. Dus wij zullen altijd blijven doorontwikkelen op het algoritme. Oké. Okay. Nou, Helene, hartelijk dank voor jouw toelichting op dit project. Mocht je dus nog vragen hebben na dit webinar, je kunt altijd mailen naar helene.hartlief@nbdbiblion.nl. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het delen van de informatie over dit project. Graag gedaan. En ik wil de kijkers hartelijk bedanken voor het kijken naar het webinar. En wellicht tot de volgende keer. Tot ziens.